Is hier wel heel vet, alleen ook wel altijd een beetje eng, want zo'n gebouw is ooit iets geweest en dat heeft er ooit om een reden gestaan en om een reden weggegaan of zo. Goedemorgen kijkers van Harm en Frodo en welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ik begin deze vlog vandaag vrij laat, want ik ben eigenlijk de hele ochtend bezig geweest met het editen van vlog 70. Dat bestaat uit 3 hele dagen. Dus dat is altijd meer een uitdaging dan een vlog die bestaat uit 1 dag. Maar nu begin ik de vlog wel. Deze vakantie bestaat voor ons eigenlijk uit 2 delen. 1 deel hebben we hier in een centrum. Wat een enorm groot Romeins stijl gebouwd huis is. En het andere deel hebben we in een huis met een zwembad wat vooral relaxen is en zo. Dit doet me wel een beetje denken aan Taizé, waar ik natuurlijk nu meer dan 1 jaar geleden ben geweest, natuurlijk. Maar het blijkt ook dat we daar op de terugweg langs gaan. Dus dan gaan we daar nog 1 dienst volgen. En dat is wel superleuk, want ik ben er eigenlijk veel te lang niet geweest voor mijn gevoel. Dit is de plek waar we zijn op dit moment. We zitten boven, niet boven op een berg, want boven op de berg dat is daar. Maar we zitten eigenlijk op het midden van de berg, op een groot plateau. En hieronder ligt Nice. Ik denk dat jullie het door een beetje de wolken en zo niet goed genoeg kunnen zien. Maar dat is dus enorm, dus het is hier ook een stuk hoger dan Nice. Maar het uitzicht is hier daarom echt geweldig. En hier achter mij, dat is echt de bergtop van de hele berg waar wij eigenlijk halverwege de voet zitten. En die ga ik morgen beklimmen, samen met mijn vader. En dat wordt misschien wel best wel een hele uitdagende dag. Dus ik heb vandaag een statief ook bij me. Ik denk dat ik morgen alleen camera meeneem. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Deze route gaat naar de Pic de Gourmet, oftewel het hoogste punt van de berg waar wij halverwege aan de voet onze basis hebben. Maar ik heb gisteren gezien, toen ik hier heel even op verkenningstocht was, dat hier een ruïne is. En daar wou ik eigenlijk nu gaan kijken, zodat we morgen daar niet hoeven te kijken en gewoon de Pic kunnen beklimmen. Op dat we de ruïne gevonden hebben. De klim voelde wel echt een stuk zwaarder dan gisteren, want je klimt natuurlijk echt een groot deel van een berg op. Gisteren was ik niet alleen, nu wel, maar ik wou gewoon, gisteren zag ik deze plek, maar ik had korte broek aan en het is hier echt helemaal vol begroeid. Dus toen dacht ik van, ja, ik wil hier opnemen, maar het kan eigenlijk niet. Het is hier wel heel vet, alleen ook wel altijd een beetje eng, want zo'n gebouw is ooit iets geweest en dat heeft er ooit om een reden gestaan en om een reden weggegaan of zo. Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion. En het is hier gewoon heel erg stil, dus dat is ook wel altijd grappig dat niet heel veel mensen maken dagelijks deze klim waarschijnlijk. Dagelijks sowieso niet, want het zou een beetje raar zijn als je elke dag zo'n klim gaat maken, maar ja, gisteren waren we mensen tegengekomen. Net was ik helemaal aan de voet van de berg was ik mensen tegengekomen. En nu niemand. Het grappige is dat we echt heel veel dingen al in de tijd van Harm en Frodo hebben bezocht die verlaten zijn. We hebben op Ameland hebben de verlaten natiebunker gevonden. We hebben in Amersfoort de verlaten flat gevonden. Die werd gesloopt, dus vrij logisch dat die gevonden was. En nu, hoe zal ik dit noemen? Verlaten mansion of zoiets. Het is grappig dat de opdaling
Ik weet niet hoe je dat noemt. Nee, dat is de opstijging. Dat duurde, naar mijn gevoel, veel langer dan dat het de eerste keer duurde. Maar de afdaling, die leek juist veel korter te duren dan dat die eerst duurde. Zijn we alweer terug op de plek waar de vlog begon. We zijn alweer snel geschakeld. Dit is wel echt een van de grootste gebouwen die ik echt ooit gezien heb. This is an interesting feature because it allows me first of all to talk about the rocks. We have these wonderful little algae. Now and menhir. Menhir, yeah. Okay, and how old is it? We don't really know. Hebben we nog een wandeling gemaakt, wat best wel een hele zware wandeling was met heel veel stijgen. Dus dat betekent dat je eigenlijk steeds hoger gaat klimmen, wat best wel zwaar kan zijn. En daarom heb ik wel veel gefilmd, maar niet veel gevlogd. En daarom ben ik er eigenlijk nu weer even, want nu ben ik heel even wat meer opgekikkerd om weer aan de slag te gaan. Het is in ieder geval een heel groot gebouw waar we zitten. Maar ook wel een heel oud gebouw, want ze zeggen dat het rond de tijd van Napoleon is gebouwd. Dus dat zal ergens rond 1800 zijn geweest, wat dus meer dan 2 eeuwen geleden is. Goedemorgen kijkers van Harme Frodo en welkom bij deze gloednieuwe vlog. We staan nu bovenop de grootste berg hier in de omgeving. Volgend onderwerp, klimaatverandering. Zoals jullie al weten uit de Normandië-vlog van vorig jaar zomer, ben ik heel goed in het reviewen van dorpjes en steden. Nou, we zijn nu weer in een nieuw dorpje of stad en daar ga ik weer even kennis mee maken. In het buitenland kan je eigenlijk in winkels nooit iets vinden, omdat die winkels altijd zo extreem groot zijn. Echt in de kleinste plaatjes al zijn ze echt extreem groot. Het makkelijke aan timelapses maken in het buitenland is dat deze mensen niet heel veel met privacyregeling hebben en zo en je gewoon eigenlijk stiekem een beetje moet filmen. Dit is de allereerste stop van dag 2 van het rijden. Huisje in Zuid-Frankrijk.